Parastatale bedrijven zullen winstgevend moeten draaien en daaropvolgend een grotere bijdrage leveren aan de staatskas. De regering wil met haar beleid sturing hieraan geven. President Chandrikapersad Santokhi heeft tegen deze achtergrond reguliere instructiemeetings met staatsondernemingen. Het staatshoofd ontving deze week de raad van commissarissen en directies van Grassalco en de Scheepvaart Maatschappij Suriname. Er is vandaag een bespreking geweest met de regeringstop met president Santokhi en VP Ronnie Brunswijk. In welk kader kunnen we dit gesprek plaatsen? Nou, dit alles heeft te maken met de vooruitzichten voor de SMS, de mogelijkheden die het bedrijf biedt. En we hebben ook gesproken daarvan ook over de status waarin het zich nu bevindt. We hebben gesproken over mogelijk herstarten, nieuwe inzichten voor het bedrijf. Welke concrete plannen zijn er uitgewerkt vandaag? Twee concrete plannen zijn niet echt uitgewerkt. Het is meer de lijnen uitzetten, welke richting we moeten opkijken. We hebben namelijk verschillende objecten gehad om verschillende richtingen op te kijken en met duidelijke concrete plannen te komen, zodat de regering op haar beurt in april zaken kunnen presenteren. Je zei dat er lijnen zijn uitgezet. Wat verwacht de president en wat verwacht de regering concreet van de SMS op kort termijn? Dat wij de mogelijkheden bekijken hoe we weer op het water kunnen zijn. En namelijk als er nieuwe verbindingen kunnen komen, bijvoorbeeld de Leeuwensberg. De aanmeldfaciliteiten moeten gecheckt worden en mogelijk hersteld worden. Primair. Over een jaar sowieso komen we op het water. Maar hoe ver weet ik niet, maar we komen wel op het water.